De laatste overblijfselen van carnaval 2011 verdwijnen uit het straatbeeld. Het zijn weer mooie dagen geweest. De cafés halen hun versieringen weer naar beneden om deze tot volgend jaar op te bergen. En de tent op de markt in Ude wordt afgebouwd. Ook de straten in het centrum zijn weer geveegd, waar iedereen met het normale leven verder gaat. Nog even en er is niks meer van te zien dat het dagenlang feest is geweest. Maar dat de regio weer goed op zijn kop heeft gestaan de afgelopen dagen, dat heeft iedereen wel kunnen merken. Nog tot en met zaterdag wordt er ieder uur na het Skyline TV-journaal teruggeblikt op Rundje Carnaval, waarin diverse optochten en andere evenementen voorbij komen.